En ik wil je laten zien hoe de auteur van Redding zelf door lijden heen ging. En hoe we in Gethsemane het verschil zien tussen Jezus als geestelijke mens en de discipelen als de natuurlijke mens. En soms in je leven wil ik je laten zien hoe daar die tweespalt is tussen jou in de natuurlijke mens en jou in de geestelijke mens. En dan hoop ik dat je net als Jezus kiest waar hij ook voor gekozen heeft. Ik weet niet, ik had al heel veel weken heel veel zin in deze dag. Terwijl ik heel veel andere drukte en bezigheid ook had. En in het bijzonder omdat ik wist dat we vandaag avondmaal zouden hebben. Nou, soms hebben we avondmaal en dat ding gaat een beetje aan je voorbij. Oké, ben ik de enige die eerlijk is hier? Weet je, het is goed dat we een structuur in hebben. Jezus zegt zo dikwijls als je dit doet. De Bijbel geeft geen periodiciteit, die geeft geen tijdsinterval. Als je het één keer per week doet, is goed. Doe je het één keer per maand, is goed. Doe je één keer per jaar, is ook goed. Doe je als je het maar af en toe doet. Dat is wat de Bijbel leert over het hebben van het avondmaal. Maar soms, omdat we het één keer in de maand doen hier, dan soms komt de klatter als het ware in. Dan zijn we niet eenmaal bewust van wat we aan het doen zijn. En wat we tot ons nemen. Want ik geloof er is niks zo krachtigs als het nemen van de brood en de wijn in deze setting waarin we het vandaag tot ons nemen. Of als je in kleine groepen bent. Kan het af en toe, kan in je gezin soms, je kan in settings ook avondmaal nemen. Maar als we samenkomen als kerk is dat echt heel krachtig. En wij vieren vandaag de genade die Jezus ons gegeven heeft. Als het niet was, if not for grace, als het niet was vanwege zijn genade. Where would I be? Is een liedje. Waar zou ik zijn zonder die genade? Het woord genade betekent niet alleen het kwijtschelden van al je zonde, al je schuld tegenover God, vanwege de liefde en de daad van Jezus. Maar op het moment dat jij merkt dat zonde en verleiding nog heel erg aan je trekt. Als jij merkt dat zonde en verleiding heel erg aan je trekt. Wat ik geloof is, waar je bewust van moet worden, is zijn genade. Toen de Heer me hier voor een jaar of 8, 9 geleden heel veel nieuwe openbaringen gaf. En ik begon zo sterk die genade van Jezus te prediken. De kerk verdubbelde binnen een jaar. Ja, we groeiden van 400 naar snel bijna 1000 man. Omdat we die genade van Christus zo duidelijk predikten, zo duidelijk brachten. Omdat onbewust in ons systeem toch heel snel die schuld en veroordeling in ons systeem zit. We ons heel snel schuldig voelen omdat we niet geestelijk genoeg zijn, niet veel genoeg bidden, niet genoeg dit, verleid worden en al die dingen. En ik hoorde laatst een prediker zeggen, als jij in zonde bent gevallen, dan komt dat omdat je niet herinnert wat Jezus voor je hebt gedaan. Want als je vol bent van wat Jezus voor je hebt gedaan, vol bent van die vergeving, vol bent van die acceptatie, dan helpt dat jou zo in overwinning te leven in je leven. En vandaag wil ik je gewoon opnieuw, als je hier voor de eerste keer bent of nog niet bekend bent met het boodschap van het evangelie, wil ik Jezus introduceren aan jou. En als je hier al 30, 40 jaar steady bekeerd bent, dan wil ik hem gewoon opnieuw schilderen aan je, zodat je opnieuw verliefd wordt. Opnieuw van hem gaat houden en alleen maar meer gaat doen. In de laatste dagen voor zijn kruisdood, in de laatste dagen voordat Jezus stierf van het kruis, was hij al reeds in Jeruzalem. En hij was daar in de tempel. Hij ging elke keer naar de tempel toe en hij begon te onderwijzen de principes van God. Hij genas daar de zieken. En elke avond, of aan het begin van de avond, trok hij zich terug op een heuvel vlak buiten Jeruzalem, die de Bijbel noemt Gethsemane. En de boodschap heb ik getiteld vandaag Gethsemane. En Jezus trok zich daar elke avond terug, om natuurlijk met zijn discipelen wat uit te rusten, wat te chillen, nog wat dingen over te brengen, en ergens zijn hart voor te bereiden op datgene wat komen moest. Nou, je moet begrijpen dat Jezus heel goed wist wat er ging gebeuren. De Bijbel zegt in Johannes 13 al reeds, Jezus nu wetende alles wat hem overkomen zou. Dus Jezus was zich bewust. Maar er waren een paar dingen die me zo raakten. Ik heb net weer het Lucas evangelie bestudeerd en er waren een paar dingen die me zo raakten. Jezus wist alles. En toch zien we later zijn lijdensweg en er waren een paar dingen die me opvielen. Nou, het woord Gethsemane betekent olijfpers. Ja, het was een heuvel waar olijfbomen ook op stonden. Nog steeds. En waarschijnlijk was er ook een bedrijf en die had daar een of andere pers. Nou, olijven worden niet geperst zoals druiven worden geperst. Vroeger in de oude tijd had je een wijnbak, noemden ze dat, of een druivenbak. En dan gooiden ze alle druiven op van het land. En dan kwamen allemaal mensen die mochten lekker gaan stampen. Ik hoop dat ze geen last hadden van zweetvoeten, want dan kwam het later ook in die wijn of in de druivensap. Maar zo werden druiven geperst. Olijven niet. Olijven worden gestoten. Door stenen. En het zijn allemaal type beelden van wat Jezus ook heeft meegemaakt. En we weten, voordat de olijfolie, voordat de zalving, voordat de Heilige Geest kon gaan stromen, uiteindelijk met Pinksteren, was het eerst nodig dat de olijf zelf gekrasd werd. De olijf van alle olijven, Jezus. Nou, in Lucas 22, je kan je Bijbel alvast daar opslaan, gaat Jezus eigenlijk wat wij noemen het laatste avondmaal.
Hij had voor de laatste keer maaltijd met zijn discipelen. Vandaar dat het woord avondmaal daar is. En dit was de maaltijd waarin Judas definitief besloot om Jezus te verraden. Dit was de maaltijd waarin Jezus definitief de verbondsmaaltijd instelde. Want hij zegt tegen zijn discipelen voordat hij de beker uitreikte. Hij zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Hier wijdt hij alvast in het nieuwe verbond en de verbondsmaaltijd waar wij straks de zegen van mogen plukken over een half uurtje of iets van nu. Zo, hier is die laatste avondmaaltijd. En Jezus zegt, nadat zij gegeten en gedronken hadden, ging Judas heen om hem te verraden. En nu die andere 11 heiligen. Nadat zij dus voor het eerst, als ik zo mag zeggen, van de verbondsmaaltijd hadden genuttigd. Na het kruis en de opstanding werd dat natuurlijk bekrachtigd. Maar dit was al reeds de eerste keer. Dit was al reeds de instelling. En nadat zij hadden gegeten van de brood en de wijn, kwam hier de eerste vraag zo. De natuurlijke mens. Ik ga hem je zo laten zien. Wie is de belangrijkste? Ik wil met je gaan naar Lucas 22. Ik wil even met je lezen vanaf vers 39. Ik lees één lang schriftgedeelte en dan wordt taken af. Ja, Lucas 22, vers 39. Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. In dit schriftgedeelte is voor mij elke tekst profetisch. Elk woord bijna in elke zin. De leerlingen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen, bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg tot ongeveer een steenworp ver en knielde daar neer om te bidden. Hij bad, Vader, als u het wil, neem dan deze beker van mij weg, maar laat niet wat ik wil, maar wat u wil gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen, waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep de man die Judas heette. Zie, Lucas had al zo weinig respect meer voor deze man. Liep de man die Judas heette. Daarvoor wordt hij nog een van de 12 genoemd. Hier is hij geen een van de 12 meer. Hij heeft zich losgescheiden, losgescheurd. Voorop liep de man die Judas heette, een van de 12. Hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem, Judas, lever je de mensenzoon uit met een kus. Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze, Heer, zullen we er met het zwaard op losslaan? En een van hen sloeg in op de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus zei, hou daarmee op, zo is het genoeg. Hij raakte het oor aan en genas de man. Tegen de hoge priester en hem, tempelwachters en de oudsten van het volk die op hem afgekomen waren, zei hij, ook de hoge priester was op hem afgekomen. Heb je dat ooit wat mee gelezen? Ook de hoge priester stond daarbij. Als tegen een misdadiger ben je uitgetrokken met zwaarden en knuppels. Dagelijks was ik bij je in de tempel en toen heb je geen vinger naar me uitgestoken. Maar dit is jouw uur en het uur van de macht van de duisternis. Ze grepen hem vast en voerden hem weg en brachten hem naar het huis van de hoge priester. En Petrus volgde hen op een afstand. Vers 60. We zien dat Petrus gaat hem nu 3 keer verloochenen. Jezus had dat al voorzegd. 1 hoofdstuk hiervoor. En dan staat er, maar Petrus zei, ik weet niet waar je het over hebt. En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer. Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid, zul je mij 3 maal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. De mannen die Jezus gevangen hielden, dreven de spot met hem en geeselden hem. Ze blinddoekten hem en zeiden, profeteer nu maar, wie is het die je geslagen heeft? En ze zeiden nog tal van andere lastelijke dingen tegen hem. Eigenlijk vanaf het moment dat Judas hem ging verraden, ik geloof het is het moment dat echt de leidersweg, zo mag ik zeggen, van Christus begint. En de eerste vraag die hier de discipelen hebben, terwijl Jezus het avondmaal inzette en zijn leidersweg begon, wie is de belangrijkste? Meester, geef ons aan de rechterhand en aan de linkerhand de zit in uw koninkrijk en die andere 9 ergens onderaan in de hemel. En de Bijbel zegt, ze kregen discussies met elkaar over wie er de belangrijkste was. Zo kan je nagaan, in het lijden van de meester. Petrus, Johannes, Jacobus, ze hadden Jezus verheerlijkt gezien bij Mozes en Elia op de berg.
Ze hadden Jezus, in Matthäus staat, al 4 keer over horen spreken dat Jezus moest lijden vanwege de priesters en de overpriesters, gekruisigd zou worden, maar ten derde dagen zou opstaan. En hoewel ze al deze dingen wisten, Jezus deelt net zijn hart aan het avondmaal, beginnen zij te spreken over wie is de belangrijkste. Nou, terwijl ik deze dingen deel over de discipelen en over de natuurlijke mens, moet je... Heel veel mensen denken vroeger, oh, ze zijn echt slecht. Kijk nou hoe ze reageerden. Maar ik ga je nu al vertellen, waarschijnlijk reageer jij nog 3 keer erger. Ja, wij denken soms, Petrus, hoe kan die dat nou zeggen? Maar vandaag de dag maak ik mensen mee die nog 3 keer rarere dingen als Petrus zeggen. En we durven dit niet dicht bij ons hart te laten komen, te reflecteren met onszelf, om hiervan te leren. En Jezus antwoordt, op een gegeven moment gaat Jezus zich in de discussie bemoeien. En hij zegt, weet je wie de belangrijkste is? Dat is degene die dient. Heb ik niet net jullie voeten gewassen? Heb ik jullie niet laten zien, hoewel ik de leider ben, dat ik jullie dienaar ben? En hij begint principes van dienstbaarheid en servanthood uit te leggen aan zijn discipelen. En eigenlijk zegt hij, jongens, binnen 24 uur zul je zien wat echt leiderschap betekent. Binnen 24 uur zul je pas zien wat het betekent als je echt een koning wil zijn. Binnen 24 uur ga je zien wat het betekent als jij op je troon wil zitten. Als je echt belangrijk wil zijn, dan ga ik je nu door mijn eigen leven laten zien wat het betekent om echt te heersen. Want dat betekent om echt te dienen. Ik ga zo mijn leven neerleggen. En dat zouden ze in de uren daarna gaan zien. Om genade te geven aan mensen die het niet hebben verdiend. Om te vergeven. En ik ga je nu leren hoe dat echt in elkaar zit. Zo de vraag was, wie is de belangrijkste? Jezus liet zien, is degene die dient. Vervolgens, op het moment dat ze aankomen nu in Gethsemane, Jezus heeft sterk de behoefte om te bidden, want hij weet wat er gaat gebeuren. En hij zegt tegen de discipelen, bid. Een aantal keer moet hij tegen hen zeggen, bid, bid, bid. Blijf in gebed, ga in gebed. En we zien dat de discipelen in slaap vallen vanwege verdriet. Zie, een geestelijk mens weet wanneer hij moet bidden. Er zijn momenten en tijden dat gebed zo ontzettend cruciaal belangrijk is. Om jouw geest te scherpen en om je klaar te maken voor een nieuw seizoen. Zelfs in het leven van Jezus, voordat lijden ging beginnen, moest hij zich in gebed klaarmaken. En de geestelijke mensen, gaan we ook zo zien, is dan klaar voor de strijd die gaat komen. En soms kan het zo zijn dat je in slaap valt vanwege verdriet. Dat je in slaap valt omdat je eigenlijk niet goed weet wat je met de situatie aan moet. De discipelen waren zich eigenlijk niet bewust hoe ze moesten reageren. Jezus begint te spreken, ze voelden die pressure. Voor mij is het zeker weten dat ze voelden die pressure van wat er ging gebeuren. Als je meester gespannen wordt, dan voel je dat. Als vader of moeder in het gezin gespannen is, voelen de kinderen dat. Zoveel voorbeelden van dat. Ja, en nu Jezus is gespannen en de discipelen moeten hebben ervaren. Wow, wow, wow. En ze wisten van gekkigheid gewoon niet moesten doen. En de Heer gaf ze gewoon een simpele opdracht, bid. Ja, wat moet ik dan bidden? Ik ben verdrietig en ik ben bang en ik weet het niet. Maar Jezus' antwoord, gaan we zien, was wel gebed. Zelfs de Heer hier was gebed cruciaal voor wat hierna ging gebeuren. Hij zegt, Vader, alsjeblieft neem deze beker van mij, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nou, natuurlijk, we kennen het, hier is al zoveel over gepredikt. En we weten dat Jezus refereert hier naar de wil van God. Maar hij kiest ervoor, dit is zijn eigen wilskeuze, om de wil van God nu boven zijn eigen wil als mens te plaatsen. Amen. Dat doet alleen een geestelijk mens. Hij kiest ervoor om de wil van de Vader te plaatsen boven zijn eigen wil. In zijn angst. In zijn paniek. Nou, interessant is hier in Lucas, de Bijbel zegt, een engel kwam om hem te bekrachtigen. En terwijl die engel kwam, of nadat die engel kwam, begon hij zelfs bloed te zweten. Dus die pressure, die werd voor hem alleen maar groter toen de hemel hem te hulp kwam. En ik heb me de afgelopen dagen zo vaak afgevraagd. Dit is Jezus, ons grote voorbeeld, de heiland van de wereld. We noemen hem machtig, we noemen hem sterk, we noemen hem krachtig. En de Bijbel zegt hier dat doodsangst overviel hem. De Bijbel zegt in andere vertalingen, he came into agony. En dit is onze meester. En toen maakte de Heer me duidelijk, Arno, veroordeel jezelf niet als jij in angst komt. Zelfs Jezus had angst. Wij zijn zo goed in onszelf te veroordelen voortdurend over bepaalde emoties die we hebben. En veroordelen onze emoties en daarmee veroordelen we onszelf voortdurend. Maar Jezus en de Bijbel veroordeelt hier de Heer niet.
Hij had die doodsangst en die angst was reëel. Die angst was zelfs zo heftig dat hij bloed zweette. Wat maar 5 keer bekend is in de wereldgeschiedenis, dat het ooit is gebeurd. Omdat de pressure die hij ervaarde zo intens was. Nou, ik vind dat mijn vertaling nu mij een beetje op het verkeerde spoor zet. Alsof doodsangst hem overviel, alsof het iets was van buiten, maar dit kwam van binnenuit. Die angst kwam van binnenuit. En ik dacht bij mezelf zo, de Heer wist alles wat hem overkomen zou. Hij was al zo vaak bekrachtigd in wat er ging gebeuren. De hemel had het hem al lang geopenbaard en hij wist ook dat het goed ging komen. En toch was hij doodsbang. Toch? Ik bedoel, dat jij Mozes en Elia eventjes naar jou toe komen, boven getransfigureerd, getransformeerd, weet ik het allemaal meer. En jij zit, hé. En Mozes en Elia met hun staf, die komen jou bemoedigen. Hé, hey, Jezus, come on, hiervoor ben je gekomen. De Zoon van God zonder zonde, volmaakt. En toch had hij het nodig dat Mozes en Elia moesten komen. Want de Bijbel zegt, Mozes en Elia spraken met hem over zijn uitgang. Die hij in Jeruzalem zou volbrengen. Wat was zijn uitgang? Daar was zijn uitgang. Jouw ingang was zijn uitgang. Oh. Jouw access was zijn uitgang. Ja, dit is zijn genade, dit was zijn liefde. En hier begint hij aan deze weg. Johannes de Doper, er waren zoveel mensen die hem bemoedigden. En toch werd hij bang. En die maakte me duidelijk, veroordeel anderen en veroordeel jezelf niet als angst bovenkomt. Maar hoe ging hij hiermee om? Vader, niet mijn wil, maar de uw wil geschieden. Daarvoor zei hij altijd tegen de discipelen gezegd, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Hier was zijn vlees ook zwak. Zijn vlees werd doodsbenauwd. Zijn vlees werd angstig. En wat doe je als je vlees zwak is? Hij maakte de wilskeuze om de poort van de geest te openen. Hij schakelde hier zijn wil in om zijn vlees op het niveau van de geest te krijgen. Nou. En dan... We lezen dat de hemel bekrachtigde hem in zijn gebed. Hier zijn 500 mensen. Ik weet niet ooit waar je doorheen moet gaan in je leven. Waar je doorheen bent gegaan en waar je ooit nog doorheen moet. Ik weet wel, gebed is altijd de oplossing. Je hebt nodig bekrachtigd te worden uit de hemel. Zeker als je soms door dingen heen gaat. En de hemel bekrachtigde hem door het gebed. Zo, ik heb ontdekt, mijn oplossing is altijd geestelijk. Mijn oplossing is altijd geestelijk. Als geestelijk mensen, al mijn oplossingen zijn geestelijk. Laat me niet verwachten van mijn baas, verwachten van weet ik het, wie, welk mens, uit mezelf, mijn talenten. Nee. Mijn oplossing komt altijd van de Heer. De Bijbel zegt, ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? David antwoordt gelijk, mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft. Weet je, ik weet niet wat voor bergen, sommige mensen zijn hier, misschien feestjes, sommige bergen. Je kan responden vleeselijk of je kan responden geestelijk. En ik wil je zeggen, je oplossing is geestelijk. Zolang je vleeselijk blijft, blijft je probleem daar. En we zien vervolgens hoe deze scharen van soldaten en priesters komen. Judas voorop. Je weet dat Judas hem verraadt door een kus. En hoe pijnlijk dat moet zijn. Misschien sommigen kunnen het hier zich inleven en invoelen. En Jezus gaf zich over aan Judas. Hij zou later zetten, dit is uw uur, omdat hij het seizoen van God kende, omdat hij wist wat er ging gebeuren. Dit is uw uur en de macht van de duisternis. En de Bijbel zegt dat de Heer gaf zich over aan Judas. Hoeveel hier hebben zich ooit overgegeven aan een verrader? Wie hier heeft zich ooit overgegeven aan een verrader? Ik ken hem niet. Ik wil je vandaag de genade van de Heer laten zien. Waartoe hij bereid was om die auteur te zijn van redding en de brief te schrijven. Die realiteit is geworden voor ons. Halleluja. Hij gaf zich over aan zijn verrader. En Jezus zegt, vrijwillig doe ik dat. In de evangelie lezen we dat. Ik geef mijn leven vrijwillig. Ik verlaat de hemel vrijwillig en ik geef mijn leven vrijwillig. Wij doen heel veel dingen uit zwakte, wist je dat? Ik heb geleerd, een geestelijk mens doet niks uit zwakte, doet alles uit kracht. Als ik kies er bewust voor om mezelf te vernederen. Come on, voor je collega's, voor wie dan. Ik kies daarvoor. Jij vernedert mij niet, ik kies hiervoor. Jij denkt dat je dit en dat allemaal bij mij kan doen, maar ik kies daarvoor. Om deze klappen te incasseren. Ik kies ervoor om te slikken. Dit is een geestelijk mens, hè? Een natuurlijk mens die gaat voor overleving, die gaat voor leven, die gaat voor kracht. Die wil niet zijn zwakte laten zien.
Een natuurlijk mens had nooit naakt gehangen daar aan een kruis. Van heel veel dingen van het kruis vind ik dat nog het meest verbazingwekkend. Hij hing daar gewoon naakt, hè. Er was geen niks daar om te beschermen, niks. Gewoon naakt. En hij zegt, vrijwillig geef ik mijn leven. En nu ook vrijwillig. En ik heb je al een keer verteld, het visioen dat ik had gezien, hoe Jezus naar Judas toestapte. Natuurlijk zien we het verhaal, Judas komt Jezus halen, maar in Jezus' hart stapte hij naar Judas toe. En hij gaf zijn leven vrijwillig. En vanaf dat moment wetende dat er allerlei ellende over je gaat komen. Hij had zijn recht om te overleven overgegeven. Come on. Ik kan helemaal prediken dingen die allemaal relevant zijn voor je. Maar ik heb gezien, als je gaat zien wat Jezus voor je hebt gedaan, dan word je pas echt enthousiast. Hij had zijn recht om te overleven overgegeven. Come on, iemand quote dit ergens voor mij. Zijn zelfbeschikkingsrecht overgedragen. Weet je hoe diep je daarvoor moet gaan? En Jezus geneest uiteindelijk die oor. Uiteindelijk vluchten die 11 discipelen weg. En dan moet Jezus geboeid met deze gasten meelopen. Wetende alles wat hem overkomen zou. En geboeid liep hij mee. En dan, even kijken welke vers dat is. Vers 54. Ik heb dit onderstreept. Ik heb dit zo. En ik vloog mijn ogen open, jongen. En Petrus volgde op afstand. Ik denk zo, hoe vaak zie ik dit ook niet? Als mensen bepaalde lijdensperioden ingaan, niemand anders begrijpt hun en iedereen komt op afstand. Kom maar, dit zeg ik om sommige mensen genade te geven hier. Terwijl jij door je hardship gaat, terwijl jij door je beproeving gaat, terwijl jij door je... En gaat. Dat de mensen, jouw vrienden en van wie je het verwacht... Ze volgen je wel, ze checken je wel, ze kijken wel, maar op afstand. En zelfs mensen hebben nu zoiets kijken wat er nu van zijn grote woordjes terechtkomt. En ergens in ons geloof ik dat toch God een andere houding vraagt. Het is makkelijk om te volgen op afstand. Maar weet je wanneer je echt medelijden en bewogenheid pas wordt opgewekt als je erin zit? Met die persoon. Doorheen gaat met die persoon. Samen staat met die persoon. Dat is het hart van Jezus. Maar de natuurlijke mens die volgt op afstand. Die kijkt gewoon. Gaat je observeren. Petrus vluchtte ook, hè. Terwijl die net een paar uur daarvoor had gezegd. Meester, met u ben ik bereid de dood en de gevangenis in te gaan. En wij denken, oh, die slechte Petrus. Ja. Ik heb velen hun kruis zien dragen en anderen zien volgen op afstand. En ik leer ervan, als iemand in een seizoen van lijden komt, laat me helpen proberen close te komen. En ik wil je zeggen, als jij in een seizoen van lijden komt, laat ook mensen dichtbij. Want dit is de andere kant. Wij duwen soms ook mensen op afstand. Wij zetten dan muren op, want wij moeten hier zelf doorheen. Nou, soms zijn er momenten waar je inderdaad zelf doorheen moet. Maar ik geloof dat het goed is om niet weg te duwen, maar dan naar je toe te trekken of je hart daarvoor te openen. Maar hij volgde hen op een afstand. En vervolgens zie ik hoe uiteindelijk, we weten het verhaal, Petrus verloochent hem 3 keer. Nou, ik zie de Heer volledig als geestelijk mens. Hij erkent de Vader. Hij erkent de wil van de Vader. Hij erkent zijn discipelen. Hij erkent zijn missie. Hij erkent zijn mandaat. Hij erkent het plan van God met zijn leven. Hij erkent waarom hij naar de wereld was gekomen. Jezus wandelde volledig voortdurend in erkenning. Maar Petrus wandelde in ontkenning. Vaak ga je pas merken hoe mensen met je zijn op het moment dat je wordt geprikt. Je gaat pas merken hoe mensen echt met je zijn op het moment dat je wordt... En Jezus zei, mijn ziel, hoe beklemt het mij totdat het volbracht is? Zie, hij probeerde een paar keer met zijn vrienden, we lezen het in het Matthäus-evangelie, zijn hart te delen over wat er op hem stond te wachten. En hij zei, hoe beklemt het mij totdat het volbracht is? Maar soms zelfs jouw vrienden, je mensen, je familie, je mensen in je omgeving gaan niet begrijpen altijd het plan van God. Dat geeft ook eenzaamheid. En moet ook bij hem eenzaamheid gebracht hebben. Maar hij bleef in erkenning wandelen.
Hij zei, hiertoe ben ik in de wereld gekomen, om de wereld, om jou en mij kennis te laten maken met vergeving en met genade. Maar toen het gevaarlijk werd, als het gevaarlijk wordt, gaat de natuurlijke mens verloochenen. Als het echt gevaarlijk wordt, dan gaat de natuurlijke mens verloochenen. Nou, het woord verloochenen, echt een krachtige betekenis, man, betekent uit schaamte erkennen dat je iemand kent. Of ontkennen dat je iemand kent. You deny someone. Uit schaamte. En schaamte is altijd ego. Kom maar, schrijf dit nog op. Schaamte is altijd ego. Ja, als ik me schaam voor wat, wie dan ook, is ego. Waar dan ook voor, is allemaal ego. Allemaal valse trots. Maar toen het gevaarlijk wordt, ontkende Petrus, verloochende hij hem. Het woord verloochenen betekent ook je van iemand afwenden. Dus kan nagaan, terwijl iemand door de grootste moeilijkheid ging van zijn leven. Toen iemand door de grootste hardship ging, was zijn vriend daar en wendde zich af. En volgde op afstand. Nou, wat je alleen in Lucas gaat lezen. En onthoud, Lucas is het evangelie wat Jezus portretteert als de volmaakte mens. Als de geneesheer en als de volmaakte mens. En alleen in Lucas ga je lezen dat nadat hij Petrus hem 3 keer van hem heeft afgewend, 3 keer uit schaamte ontkende dat hij Jezus kende, dat die haan kraait, zo dan weten we, het was ochtends ergens tussen 5 en 6 uur waarschijnlijk. En op het moment dat de haan kraait, klikt er iets bij Petrus. Nou, Jezus stond binnen. We lezen in het verhaal wat Jezus allemaal daar kreeg te verduren. Klappen, trappen, blinddoek over hem, stoot, allemaal valse beschuldigingen, lasteren. Wie heeft ze geslagen? We lezen een andere evangelie hoe hij werd veroordeeld hier door de hoge priester. Hoe de hoge priester zijn kleren zou scheuren. Hier is het moment suprem. En terwijl Jezus bezig is in al deze dingen, en al deze dingen moet incasseren, hoort hij in het natuurlijke met zijn oren, terwijl hij midden in zijn lijden zit, hoort hij hier de haan kraaien. En op het moment dat hij de haan hoort kraaien, kijkt hij met zijn ogen, hij draait zich om. En door de tralies heen, door de vensters heen van dat huis van de hoge priester, was hier Petrus. Hij zat zich te warmen bij het vuur en doordat hij bij het vuur was, kan je zijn gezicht zien. Ja, het was nog ergens de zon, net voor zonsopkomst. De haan die kondigde eraan dat de zon op ging komen. Zo, het was donker, maar door het vuur verlichtte zijn gezicht. En Petrus hoort op dat moment ook de haan kraaien. En hij kijkt op dat moment door die tralies heen. En hier kruisen deze twee ogen zich. Het was de ogen van liefde en de ogen van genade en de ogen van vergeving. Die kruisten de ogen van schaamte en schuld. En op het moment dat Petrus keek in de ogen van Jezus, werd hij zich bewust wat hij net had gedaan. En hij rent snel weg. Hier rent hij weg. Die anderen waren al weggerend. Ik heb nog het meest respect voor Petrus, want hij volgde tenminste op afstand. Maar hier rende hij weg. En de Bijbel zegt, hij weende bitter. Niet alleen had hij verdriet, het was zo'n bitterheid. Waarom? He let Jesus down. Daarom moet je begrijpen, na de opstanding dat Jezus hem opzoekt, dat het ook zo belangrijk was dat hij hem weer een brasa gaf en hem herstelde. Want Petrus had in deze emotie kunnen blijven hangen. Want na het kruis ging hij gewoon maar weer vissen. Hij dacht, terwijl hij geroepen was als een visser van mensen. Zie, soms door één moment, heb ik ook gezien in het christenleven, door één moment van dat jij je zwak voelt, dat je misschien voor je gevoel Jezus verloochend hebt en je blijft in die emotie hangen, kan ervoor zorgen dat je jarenlang wegblijft bij de Heer. Ja. Dat had gekund. Maar ik dank God voor zijn liefde en hoe hij gewoon gelijk weer Petrus opzocht. Want eerst, waar is Petrus? Waar is Petrus? Jezus, waar is Petrus? We hebben het over de vader laatst gehad en de verloren zoon. Waar is Petrus? Waar is mijn zoon? Hij zocht hem erop. Nou, iemand die wandelt in erkenning is altijd iemand van somebody that includes. Iemand die wandelt in verloochening, he will exclude. De natuurlijke mens die houdt buiten, houdt afstand. Maar want we weten uiteindelijk wat Jezus deed aan het kruis. Als hier zijn armen hangen als het ware, dat zou alleen maar zo de wereld omarmen. He included everybody. He included everyone. En elke keer als iemand geestelijk wordt,
Als iemand opnieuw geboren wordt, iemand tot bekering komt, dan kom je in die armen binnen. Dan kom je in die genade binnen, dan kom je in die access krijg je daar. Maar de natuurlijke mens, die houdt altijd van afstand. Zo, we zien hier ontkenning tegenover erkenning. En vervolgens zien we die ogen van liefde tegenover de ogen van schaamte. Nou, de natuurlijke mens begrijpt de dingen van de geest niet. Jezus zou tegen Nicodemus zeggen, hey, de wind waait waarheen hij wil. Maar een natuurlijke mens begrijpt de wind niet. Die kan de wind ook niet pakken. Een natuurlijke mens, en we zien hier dit ultimo modo in Gethsemane, de natuurlijke mens begreep niet wat Jezus aan het doen was, ook niet waar Jezus doorheen ging. Ik heb ontdekt, Jezus kan tegen jou heel veel dingen vertellen, wat er allemaal gaat gebeuren. Maar op het moment dat het gebeurt, hoef je het nog niet altijd per definitie te herkennen. Denk aan de Farizeeërs die ook dag en nacht met de neus in de Bijbel zaten, maar niet herkenden toen de Messias kwam. Ja, want op het moment dat het realiteit wordt, op het moment dat het woord vlees wordt, gaat een natuurlijke mens niet dat woord zien. Die ziet alleen dat vlees, die ziet die buitenkant, die ziet die masker, maar die ziet niet achter dat masker wat er echt aan de hand is. Wat er echt gebeurt. Je moet geestelijk zijn om door maskers heen te kijken. Er zijn sommigen hier op je werkveld, je hebt nodig om op het niveau van de geest door de harten en door die maskers heen te kijken van sommige mensen en klanten en collega's. Om te zien wat er echt aan de hand is en het spel dat er echt wordt gespeeld. Er zijn mensen hier, je speelt het spel dat ze willen. Oh my god. Je speelt het spel dat ze willen. You're getting played, man. You're getting played op je werk. Omdat je speelt het spel dat je willen. Want je speelt in de natuurlijke mens met je kracht. In de kracht van je natuurlijke mens. In plaats van te kijken door de ogen van de geest en dat dieper dat hart te kunnen doorzien. You're getting played, man. God wil niet dat je meespeelt. God wil dat je de game master bent. Dat je overzicht hebt en dat je ziet wat er echt gebeurt. Dan ga je heel andere keuzes maken vaak. Maar één blik in de ogen van Jezus. Die natuurlijke mens, één blik in de ogen van Jezus. En vandaag, ik weet niet hoe je hier zit, maar ik heb alleen dit verlangen. Eén blik in de ogen van Jezus. En je leven zal niet meer hetzelfde zijn. Dingen gaan veranderen. Eén blik in de ogen van Jezus. En misschien is het even bitter en pijn en verdriet en teleurstelling wat eruit komt. Maar herstel komt ook daar. Als laatste sta even op Romeinen 5. Misschien kan de worshipteam ook alvast komen. Romeinen 5 vers 1. Ik dacht, ja, ik moet toch eindigen met Romeinen, man. Dat kan niet anders. Oké, ik ga het voorzeggen. Het zijn alleen de laatste letter die je mist, maar dit is krachtig, hè. Maar als je bewust bent wat Jezus voor je hebt gedaan. En ik heb alleen nog maar even ingezoomd op Gethsemane. Uiteindelijk daar gehangen heeft aan het kruis om de prijs te betalen voor jou om genezing en vergeving te ontvangen. Wauw. Oké, Romeinen 5. Wij zijn dus... Oké, doe even zo. Zeg even church time. Oké, confessie. Zeg maar na, zeg proclamatietijd. Okay. Wij zijn dus als rechtvaardige aangenomen. Ik ben dus als rechtvaardige aangenomen. Op grond van mijn geloof. En ik leef in vrede met God. Door onze Heer Jezus. Dankzij Hem. Niet dankzij mijn goede werken, maar dankzij Hem heb ik door het geloof toegang. Kom aan, zeg toegang. Gekregen tot Gods genade. Iemand zegt Gods genade. Die ons fundament is. Dat mijn fundament is. Kom aan, beleid dit. Gods genade is mijn fundament. Gods genade. Dat Jezus heeft geopenbaard, is mijn fundament. Het fundament waarop ik sta. De rots waarop ik sta. En in die hoop deel ik in zijn glorie. En ik prijs mezelf gelukkig. Nee. Ik prijs mezelf gelukkig. Want ik heb deel aan zijn genade. Laat de wijn mij dronken maken vandaag. En we prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende. En ik prijs mezelf gelukkig, het staat allemaal in je Bijbel, hè? Onder alle ellende.
Ik ga even door. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. En deze hoop wordt niet beschaamd vanwege Gods liefde. Omdat de liefde van God is uitgestort in mijn hart. Oh, halleluja, Heer Jezus, wij zijn hier om u te eren, om u te vereren. En om het feest te vieren van uw genade, Heer. Wij danken u voor uw genade. Dat wij om niet gerechtvaardigd zijn vanwege het geloof in u. Dat wij om niet gerechtvaardigd zijn vanwege uw liefde en genade. Heer, dat wij niet alleen hemel toegang hebben gekregen. Niet alleen eeuwig leven hebben gekregen. Onze zonden zijn vergeven. Er is vrede, er is blijdschap, er is kracht in de Heilige Geest. Heer, u heeft ons tot overwinning gesteld en tot overwinning geleid, Heer. Heer, wij danken u, Heer Jezus, wat u deed voor ons. We zijn hier vandaag om u te eren. Als we zometeen het brood tot ons nemen, geloof ik dat de kracht van uw genezing zal stromen. Tot iedereen die ziek is hier, in de naam van Jezus. Als we straks de wijn tot ons nemen, geloof ik dat de vreugde van uw Heilige Geest deel zal zijn van uw volk vandaag. Halleluja. De Bijbel zegt dat onder de stammen van Israël, toen zij uit het slavenland, uit Egypte, uit de zonde, uit de slavernij kwamen, was er niemand in hun stammen die struikelde. Was er niemand zwak, ziek of misselijk. Waarom? Omdat ze hadden gegeten van het lam. Ze waren bevrijd door het bloed en ze hadden gegeten van het lam. Dit was laatst zo'n simpel en mooi inzicht weer. Weet je, we drinken de wijn als beeld van het bloed. Dat spreekt over vergeving en daar moeten we ons elke keer bewust van worden. Vandaarom hebben we avondmaal. Bewust, ik ben vergeven. Want de natuurlijke mens, ja maar en jij dit en jij dat en zo. En gisteren heb je nog dit gedacht. Hé, er kunnen heel veel gedachten komen. Vogels vliegen over, maar ik bouw geen nestje. Maar dat vogels overvliegen gebeurt. Ja, maar het bloed en het wijn spreekt over zijn vergeving en genade en liefde. Maar de Bijbel zegt dat door zijn striemen, die hij ontving in zijn vlees, dat staat voor het brood, is ons genezing geworden. Ander type beeld is het eten van het lam, wat de Israëlieten moesten doen, voordat ze uittrokken, voordat ze naar het beloofde land zouden gaan. Er was in hun stammen niemand die struikelde. Ik geloof, dit is de kracht van het brood en de kracht van de wijn. Zoals we dit zometeen hebben genuttigd en je staat nog niet op je handen en je doet er geen jumps gewoon op een of andere rekke manier, weet ik het ook niet meer. Want dit is de boodschap van de kerk en de boodschap van het evangelie. Dit is de genade van God en de vreugde van ons hart. Want uit onszelf waren we allemaal onderweg naar de hel. Waren we allemaal veroordeeld, zegt de Bijbel. En om niet, vanwege Jezus, vanwege zijn kruis, vanwege zijn bloed, vanwege zijn liefde. Ben ik een vrij man. En die genade heb ik niet verdiend. Ik heb niks aan dat ding toe te voegen. Ik heb niks eraan. Ik heb er nooit iets aan kunnen toevoegen. Want alleen maar in mezelf staat er alleen maar zwakkeling, mislukkeling, faal, zondaar, allemaal dingen. Maar ik ben dat niet meer. Ik ben daar ook niet meer. Ik ben nu een rechtvaardige. De Bijbel zegt, hij die geen zonde heeft gekend... Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Ik ben nu geworden Gods gerechtigheid vanwege hem. Kom maar, blijd het. Ik ben nu Gods gerechtigheid. Ik neem het brood. Ik neem de wijn. Ik ben nu Gods gerechtigheid. Ik dank God voor vergeving. Mijn zonden zijn vergeven. Mijn zonden zijn vergeven. Ik heb het eeuwige leven. Vandaag ben ik hier om dat te vieren. In Jezus' naam. Amen. Ga uw gang.